Hoi, van harte welkom bij deze video over de verbonden ademhaling. Nou, de verbonden adem, dat woord zegt het al, je verbindt in die ademhaling. Dus je verbindt namelijk de in- en de uitademing aan elkaar. Ik vind de verbonden ademhaling fantastisch als jij je lichaam meer wil openen. En daarmee bedoel ik dat als je vast zit zo hier in je middenrif of hier of meer in je buik en het zit zo, je gaat sneller hoger en bent meer gespannen en gestrest, dat je dan je adem weer opent, zo noem ik dat echt. En we gaan meteen aan de slag ook in deze video. En als je namelijk het opent, dan kan het zijn dat je emoties ervaart of dat je in ieder geval fysieke trillingen ervaart. Dat is helemaal oké. Want ik wil je nog even wijzen op waarom je dit zou doen. Dat is zodat je beter in contact komt met je lage buik. En in je lage buik zit jouw aarding. Daar zit weten wat jij echt wil. In verbinding zijn met jouzelf. Daar zit jouw ki, jouw harapunt. Het middenrifgebied noemen we ook wel angstgordel. En als het daar heel erg verkrampt zit, dan mis je gewoon vreugde en plezier. En ook het vuur om te doen wat jij wil doen voor jou. Vanuit jouw buik. Dat je echt weet van dit wil ik. Ik wil ermee aan de slag. En in die borst, daar zit natuurlijk ons hart. Jouw hart. En op het moment dat het hier meer afgeknepen is en zo, dat kan gebeuren. En heel vaak gebeurt dat al door ouders die dominant zijn. Of vrienden als kind. Of op school. Dat de boel hier rondom je hart dicht gaat. En als je dit kijkt, ben je volwassen. Dus dan wil je gewoon dat het weer gaat stromen. Nou, en wat het dan gebeurd kan zijn als het meer dicht gaat zitten, is dat jij dichtknijpt letterlijk in de adem. En dan kan het zijn dat je die emoties vast hebt gezet. Dus als je door gaat ademen, dan ontspan je daarin. En dan maak je ruimte weer. Nou, ga lekker zitten of liggen. Dat is helemaal prima waar jij ook bent nu. In ieder geval nooit staand doe je dit. En we gaan aan de slag. Dus je zit of je ligt lekker ergens. En je gaat met je hand, leg je eentje op je lage buik en eentje hier. En dan ga je heel rustig en gestaag eens even met je aandacht naar je lichaam. Sluit maar rustig je ogen. En als je je ogen gesloten hebt, kun je zoveel makkelijker verbinden met jouw lichaam. Dus voel maar je lichaam. Voel maar je voeten, je benen, je billen, je rug, je hele buik, je hele romp. Je schouders, je armen, je handen. Je nek, je hoofd, je hele gezicht ontspant dieper en dieper. Goed zo. En dan maak je adem wat groter. Ietsje dieper. Doe maar. Dieper in. En eerst begin je door je neus dieper in te ademen en door je mond uit. Dieper in. En weer uit. Goed zo. En diep in. Goed zo. En adem maar dieper door. En ik praat je er doorheen. En adem maar dieper in. En weer uit. Goed zo. En kan het zijn dat jij een beetje licht wordt in je hoofd en tintelingen voelt. En dat klopt. Want een adem door, dieper in en weer uit. Want het klopt allemaal omdat je meer zuurstof krijgt in je lichaam. De CO2 gaat dalen, maar adem door. Het is alleen maar fysiologie. Jij maakt ruimte. Goed zo, een adem door, diep in. En weer uit. En adem door je neus, diep in. En weer uit. Goed zo. En ga rustig en kalm, gestaag door. Yes, diep in. En weer uit. Heel goed. En je mag ook door je mond inademen als je wilt. Diep in. Gewoon zachtjes en diep in door je mond. Goed zo. Diep in. Goed zo. Je gaat gewoon door. Je voelt al die sensaties in je lijf. Al die tintelingen, noem maar op. En adem er doorheen. Durf maar te voelen wat je voelt. Want bij deze ademtechniek is het gewoon een zaak dat jij durft te voelen wat er is. Zeg maar ja tegen wat er is. Gewoon ja, diep in. En of je door je neus of door je mond inademt, het is allemaal oké. Voel maar wat past bij jou. En je mag heel actief en langer doorgaan. En je mag het ook zachtjes doen. Voel wat past bij jou in dit moment. Dus dieper in. En weer uit. Goed zo. En ga maar door. Je ademt rustig kalm door. Diep in. En weer uit. Goed zo. En weer diep in. En weer uit. Heel goed. Heel goed. Dan ga je nog een keer 5 doen. Diep in. Door je neus. Of door je mond in en uit.
goed. Maak maar die ruimte. Dus dat je echt, je mag je handen ook wijd doen. Voel maar gewoon. Goed zo dat. En nog een paar keer. Goed zo. Nog twee keer diep in. En laatste keer diep in. En dan voel je helemaal rustig na. En kan het heel goed zijn dat je even helemaal niet ademt. Dat is perfect. Dat is helemaal goed. En je voelt al die tintelingen nog. Of die duizelingen, het licht worden in je hoofd. Voel helemaal rustig na. Deze oefening gaat over je voelen. Voel wat je voelt en adem heel zachtjes door. En adem je weer meer door je neus. Je ogen blijven rustig gesloten. Je ademt door je neus. Want onze natuurlijke ademhaling is ook door de neus. Goed zo. En je voelt helemaal na. En neem alle tijd om na te voelen. Je hoeft helemaal niets. En ik zit hier in de natuur. En stel je maar voor dat jij ook ergens in de natuur bent. Ik hoor hier allemaal vogeltjes. Ze zingen gewoon voor ons. Het is prachtig. Misschien hoor jij ze wel. Ik hoop het. Daarom ben ik speciaal hier gaan zitten. Want verbonden ademen gaat altijd over die in- en die uitademen. Inademen is het goede ontvangen. En onze uitademing is een laten gaan. Altijd opnieuw. En die natuur die verbindt jou weer met jouzelf. Wij zijn ook natuur. Misschien hoor je ook wel een auto of andere geluiden. Dat is oké. Dat hoort ook bij het leven. Maar voel, ik ben onderdeel van de natuur. Ik ben natuur. Ik ben een mens. Stel je maar voor dat jij ergens op een prachtig plekje bent in de natuur. Ah, en je ontspant dieper en dieper. Ja. Je hoeft even helemaal niet. En dan voel je ook dat je adem steeds zachter en zachter wordt. Er zit zoveel zuurstof in je lichaam. En je CO2 start heel langzaam weer. En dat maakt dat je vaten weer wat wijder worden, waardoor jij dieper en dieper ontspant. Wanneer je adem tot rust brengt, dan spreek je ook echt het zenuwstelsel in jouzelf aan. Parasympathicus heet dat. Wat jou dieper en dieper ontspant. En parasympathicus is verantwoordelijk voor jouw herstel. Neem maar de tijd voor jouw herstel. Daar gaat het over. Tijd voor je herstel kan ook altijd in een korte tijd. Het hoeft geen uur te duren. Neem rustig de tijd. En misschien als het filmpje straks is afgelopen, wil jij nog rustig blijven navoelen. En doe dat. Misschien ben je zelfs moe en val je in slaap. En je rust lekker uit. En neem alle tijd om uit te rusten. En je kunt het filmpje gewoon weer terugkijken. Misschien tot de volgende keer. Ontspan ze.